Op vrijdagavond 4 januari kwamen er in Os binnen een tijdsbestek van maar een paar uur maar liefst 3 overvalmeldingen bij ons binnen. En steeds waren koeriers het doelwit. Overval 1, vrijdagavond 4 januari 6:30. De Oude Vest in Os. Dat is het adres dat de pizzakoerier heeft doorgekregen om de bestelling af te leveren. Maar zover komt het niet. Geef je geld! Heb je nu? Als de overvaller beseft dat dit alles is, rent hij weg een steeg in, richting de Fabriekstraat. En ook al was de koerier ontzettend geschrokken, hij heeft nog wel een signalement kunnen geven. De overvaller was een blanke jongen, van zo'n 20 jaar oud en ongeveer 1,85 meter lang. Hij droeg donkere kleding, waaronder een trainingsbroek, en hij sprak accentloos Nederlands. En dit was de eerste overval. Overval 2. 10 minuten later, 6:50. Een paar honderd meter verderop is het weer raak. Weer een pizzakoerier. De jongen komt niets vermoedend een bestelling bezorgen in de Begijnenstraat. Maar de kans om aan te bellen krijgt hij niet. Hoi, geld! Ik wil je geld zien! Geld zien! Get op! Opschieten! Is dat alles? Ja, alles. Met wat briefgeld gaat de overvaller er weer vandoor, richting het parkje in de buurt. De pizzabezorger sprak over een blanke, goed Nederlands sprekende jongeman van ongeveer 20 jaar. En dat zijn de overeenkomsten, maar er waren ook dingen anders. Zo droeg de overvaller deze keer een pet onder zijn capuchon. Hij had een zwarte jas met blauwe vlekken, misschien wel verfvlekken. En dat was de tweede overval. Overval 3, 8:55. Een paar uur later is een bezorger onderweg, een meisje van 16 jaar deze keer. Ze bezorgt sushi. Omdat het druk is, valt ze even in. Deze avond zal ze nooit meer vergeten. Ik fiets op een hele lange weg rechtdoor. En op een gegeven moment waren er 4 jongens, een groepje achter mij, waren aan het fietsen. En toen ik linksaf moest, gingen we rechtsaf. En toen waren we in één keer weg. In de Hofvijver komt ze hen weer tegen. Ik kwam aan op de bestemming en gelijk stonden de 4 jongens tegenover mij. En eentje daarvan heeft mij geslagen. Ik lag op de grond en ik was verdoofd van de pijn. Vanaf de grond ziet ze dat de jongens het gemunt hebben op haar portemonnee. En de ene jongen pakte het geld uit de voorzak waar het eten in zat en daar zat ook de portemonnee in. Eenmaal opgekrabbeld ziet ze de jongens nog wegfietsen richting de doorgaande weg, de Hofvijver. Ik voelde me best bang omdat ik alleen was en niet zo goed wist wat ik moest gaan doen of wat hun zouden doen. Daarom was ik wel blij dat ze niet te lang bleven en snel weg zijn gegaan. Het meisje zag 4 jongens die allemaal een capuchon op hadden. Ze waren blank, misschien licht getint. En een van die jongens droeg zwarte Nike Air Max schoenen. En ze had het gevoel dat ze jong waren, net als zij, een jaar of 16. Het is op zijn minst opvallend dat binnen een paar uur 3 koeriers worden overvallen, hier in Os. En de vraag die dan meteen opkomt is, hebben de overvallen met elkaar te maken? Komen de daders misschien uit dezelfde groep jongeren? De eerste 2 gebeurden kort na elkaar, binnen 10 minuten. En ook nog eens op een paar minuten loopafstand van elkaar. Dat het hier om dezelfde daden gaat, is mogelijk, maar niet zeker. Zeker is wel dat de politie getuigen zoekt. Mensen die iets hebben gezien of gehoord. Misschien dat jongeren er onderling over praten? Vlak voor de derde overval kwam het meisje onderweg naar haar besteladres 4 jongens tegen. Allemaal op de fiets. Hier dus, in dit park, tussen de Schildwacht en de Hofvijver, waar ze naartoe moest. En waarschijnlijk waren dat de latere overvallers. En misschien is er iemand die zich deze 4 jongens herinnert. En ook al onderscheidt die derde overval zich van de eerste 2, misschien kenden de overvallers elkaar wel. Vrijdagavond 4 januari is voor 3 koeriers in Os een avond die ze nooit meer vergeten. Om 6:30 wordt een pizzakoerier overvallen in de Oude Vest. Hey, geld! Geef je geld! 10 minuten later is een andere pizzakoerier het doelwit. Op een paar honderd meter van de eerste overval wordt hij in de Begijnenstraat overrompeld. Hey, geld! Ik wil je geld zien! Om 9:05 is het voor de derde keer raak. Nu in de Hofvijver,
Een meisje dat sushi bezorgt wordt door 4 jongens van de fiets geslagen. De buit bij de 3 overvaller een paar tientjes. Help alsjeblieft mee om de daders van deze overvallen te vinden. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.